Op initiatief van Ursula Nahar heeft de organisatie Invest in Female Leaders een bewustwordingsactiviteit met betrekking tot borstkanker uitgevoerd. Het doel van Invest in Female Leaders, IFL, is om vrouwen in Suriname door vorming en ontwikkeling hun zelfstandigheid en bewustwording tot vrouwelijke leiders te inspireren. De activiteit was op zaterdag 18 mei 2019. Het is belangrijk dat u uw borsten onderzoekt. Jawel. Omdat, inderdaad, als je het vroeg ontdekt, heb je meer kans op genezing. Maar de kans is niet 100%. Punt 2. Vroeg ontdekken betekent behandelen. Het is niet hetzelfde als voorkomen. Dus vroeg ontdekken is goed, prima. Maar veel beter dan dat is zorgen dat je het niet krijgt. En dan zegt u tegen me, ja maar voorzitter, je hebt makkelijk praten, hoe moet ik zorgen dat ik het niet krijg? Wel, op mijn leeftijd en op de leeftijd van vele mensen hier, ga je inderdaad niet meer 100% kunnen zorgen dat je het niet krijgt. Want je hebt een heel leven achter de rug waarin je ook bepaalde dingen hebt gedaan die waarschijnlijk niet goed waren. Maar het is nooit te laat om een andere manier van leven te gaan leiden, zodat de kansen verminderen. En zelfs als je borstkanker hebt en als je bent behandeld, is de leefstijl die je daarna hebt, de voeding die je eet, van groot belang, zodat je het niet opnieuw krijgt. Ik ga afsluiten, maar ik hoop dat de boodschap begrepen is bij de organisaties die werken. Werkt u hard om vrouwen te overtuigen dat ze hun borsten moeten onderzoeken, omdat ze vroeg het kunnen ontdekken. Maar laten we nog veel harder gaan werken, vooral onder jonge vrouwen, om onze mensen te leren wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen, om ervoor te zorgen dat ze geen chronische, niet overdraagbare aandoening krijgen, want borstkanker is één van ze. Maar wie geen borstkanker krijgt, krijgt suiker. Die ander krijgt diabetes, die ander zijn nieren gaan eraan. En het zijn allemaal gevolgen van hetzelfde ding. Dus wanneer je anders gaat leven en anders gaat eten, dan ga je niet alleen helpen om geen borstkanker te krijgen, maar ook geen darmkanker, ook geen reuma, ook geen hoge bloeddruk, ook geen hartaanval, ook geen hersenbloeding. Het is allemaal in één manier van leven die een heleboel ziektes kan voorkomen. En de directeur had het even over genetisch. Ja, een klein percentage van de borstkanker zijn genetisch, maar de meeste niet. En het is gebleken dat zelfs die vrouwen die genetisch eigenlijk bijna kunnen voorspellen dat ze die borstkanker gaan krijgen, als ze hun voeding 100% veranderen, dat ze het ook niet krijgen. Dus die borstkanker en die darmkanker en die prostaatkanker en al die andere chronische ziekten, beste mensen, genoeg slapen. Ik doe dat ook niet. Genoeg bewegen. En genoeg bewegen wil niet zeggen dat je 3 uur in de gym moet gaan staan, maar zit geen 4, 5 uren per dag. U ziet me soms in DNA, dan sta ik op van die stoel, dan ga ik achter een kleine katheder staan. Is een poging om geen 2, 3 uren achter elkaar te zitten. Genoeg bewegen. Laten we ervoor zorgen dat onze voeding goed is. En dat is een ingewikkeld ding, want wat men ons soms leert dat we moeten eten, is niet altijd zo goed voor ons. Maar dat is voor een andere dag. En laten we ervoor zorgen dat we stress verminderen. En dat kunnen we door inderdaad met elkaar te zijn. Vooral als vrouwen al borstkanker hebben, dan is het samen zijn met elkaar, verminder stress, verminder angst en help. Als mensen horen kanker, denken ze gelijk aan ik ga dood. Moet dat zo? Kanker is een ernstige ziekte. Dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken. We kunnen niet doen alsof. Kanker is echt en kanker bestaat. En kanker komt steeds meer en meer voor. Van de dodelijkste kankervormen in Suriname voor vrouwen is vooral borstkanker en baarmoederhalskanker. Ook iets om niet te onderschatten.
Kanker kan verholpen worden als het vroegtijdig wordt ontdekt. Laten we zeggen, de overlevingskansen zijn groter wanneer het vroegtijdig wordt ontdekt. In een eerste fase, in een vroegtijdige fase. En daarom is het bij borstkanker in dit geval ook heel erg belangrijk dat de vrouwen hun eigen borsten onderzoeken, maar ook laten onderzoeken door professionals. Maar vaker hoor je dat vrouwen voelen en dan voelen ze een knobbel en mijn god, ik heb kanker, ik ga dood. Nee, kanker kan vroegtijdig ontdekt worden en ook behandeld worden en de overlevingskansen zijn daar vele malen groter. Zoals je hebt gezien waren er hier ook enkele survivors van borstkanker die ook een zegje hebben gedaan. Kanker valt te overwinnen, maar het moet wel vroegtijdig ontdekt worden. Borstkanker komt niet alleen voor bij vrouwen, maar ook bij mannen. Hoe bewust zijn mannen ervan dat ook mannen nu borstkanker krijgen of ook mannen borstkanker krijgen? Het feit dat de bewustwording nog niet was wat het wezen moet, nog niet is wat het wezen moet, zijn we blij met initiatieven als van vandaag van mevrouw Van Hol. Er zijn meerdere instanties die het heel jaar door initiatieven nemen hoor. De bewustwording moet nog komen. En niet alleen bij mannen. Dat van mannen, dat is heel weinig, omdat mannen meestal denken borstkanker is een vrouwenziekte. Het komt niet vaak voor bij mannen, maar het kan wel voorkomen bij mannen. Mannen sterven in Suriname aan kanker, meer aan longkanker, darmkanker en prostaatkanker. Maar borstkanker kan voorkomen. De grootste groep waar het voorkomt, dat zijn bij vrouwen. En daar willen we die bewustwording vooral creëren. Dat vrouwen doorhebben dat het te vermijden is, want je kan het vermijden. Je kan het voorkomen, maar ook dat het te genezen is als het vroegtijdig wordt ontdekt. Dus bij die mannen moet de bewustwording ook leven. En het hoeft niet alleen te leven bij ze voor mannen weer. Het kan ook bij ze leven zodat ze hun vrouwen, hun dochters, hun oom, hun tantes, hun nichten, hun vrouwen kunnen zeggen en vertellen over borstkanker. Een van de kenmerken van leiderschap is verantwoordelijkheid hebben of verantwoordelijk zijn. Niemand is meer verantwoordelijk voor je gezondheid dan jezelf. Je moet zorg dragen voor je lichaam. Sport, beweeg, let op je voeding, drink veel water. Belangrijk is om je eigen lichaam te kennen en het regelmatig te laten onderzoeken. Een leider bekijkt ook de risico's van handelen. Bestaat de ziekte in mijn familie? Wat is onze medische geschiedenis? Vaak genoeg staan we er niet bij stil hoeveel mensen in de familie zijn gestorven of lijden aan kanker. We hoeven niet de zoveelste in de rij te zijn. Breek de cirkel. Begin bij jezelf en onderwijs je familieleden. Een leider weet ook dat elke situatie anders is, dus ook een andere aanpak behoeft. Ook in dit geval is er geen sprake van one size fits all. Wat normaal voor de een is, hoeft niet normaal voor de ander te zijn. Daarmee wil ik aangeven dat niet ieder de ziekte op dezelfde wijze krijgt of dezelfde wijze reageert op deze ziekte. En natuurlijk op de medicamenten. Ken uw lichaam. Weet wat het aan kan. Een leider geeft nooit op en heeft het hoger doel voor ogen. Mocht de ziekte je toch overkomen, moet je in staat zijn om niet bij de pakken neer te zitten. Maar alle middelen inzetten om zorg te dragen dat je zo gauw mogelijk de oude wordt. Als je positief bent ingesteld, zal je beter reageren op de behandeling. Het vrouwelijk leiderschap heeft een belangrijk eigenschap. Het is gericht op samenwerken, in teamverband doelen halen. Wat vrouwelijke leiders ook doen, is een goede voorbereiding hebben alvorens we overgaan tot actie. Wij hebben oog voor onze omgeving en leven met elkaar mee. Met zwakken, met de zieken. We zetten onze daden om om beter te worden eigenlijk. Wij vrouwelijke leiders zijn daarom ook de change agents. We gaan voor verandering. Verandering in denken, verandering in benadering. Wij willen ook in de wijze waarop we met borstkanker omgaan, een verandering brengen. We moeten omwille van ons voorbestaan, voor onze kinderen, voor onze families en natuurlijk voor ons land Suriname, positief
verander haar shame in de aanpak van borstkanker. U merkt op dat ik zeer begaan ben met deze kwestie. Ik kan niet anders. Borstkanker, als we het willen of niet, kan een rol spelen in ons leven. Het leven van de vrouw. Hoe belangrijk zijn wij vrouwen niet in een gezin? Ik denk wij zijn de motor in ons gezin. En niet alleen in ons gezin, we zijn de motor van elke gemeenschap. Wij vrouwen moeten daarom ervoor zorg dragen dat wij ook de nodige invloed uitoefenen in de wijze waarop deze ziekte benaderd wordt. Hoe we ermee omgaan en hoe we kunnen beïnvloeden dat de invloed van deze ziekte verminderd wordt. Laten wij dus vrouwelijke leiderschap stimuleren in de bewustwording van borstkanker. Nou, deze borstkanker evenement houdt in dat we de mensen in de watjes willen leggen en ook bekendmaking geven. Kom ervoor en ga op tijd naar de dokter. Informatie hebben we zat hier. Dus ze kunnen gewoon hier hun vragen stellen en alle informatie verzamelen, denk ik. Ja. Ik zie ook een aantal standjes die informatie geven. Is daar bewust voor gekozen? Ja, ik ben de initiatiefnemer voor deze dag. En de dames van de... De drie dames van de... Ik ben de naam even kwijt, maar goed, zij zijn degene die het hebben begeleid verder. Ja. De borstkankermaand is eigenlijk in de maand oktober en we zijn nu in de maand mei. Waarom in de maand mei al een activiteit met borstkanker als onderwerp? Waarom in de maand mei? Ik heb vorig jaar in Nederland ook zo'n dag georganiseerd, wat ook heel erg geslaagd was. Toen dacht ik... Ik wist niet dat er een borstkanker Suriname bestond. Dus ik heb ervoor gekozen van, nou, toen ik hoorde van, of zag op internet hoe het verschil was tussen Nederland en Suriname, heb ik bedacht van, nou, ik ga het ook in Suriname doen. En zij zijn van plan om een of ander toneelstuk te organiseren. En dat, om dat te ondersteunen, dachten we, dan doe ik het daarvoor. En dan hebben ze dat bedrag om hun ding te doen. Wat is de belangrijkste boodschap die vandaag gegeven wordt op deze activiteit? De belangrijkste vraag voor deze dag is, wees niet bang, kom voor jezelf op en ga op tijd naar de dokter, laat je goed onderzoeken en ga ervoor. En ik ben er na bijna 25 jaar, sta ik er nog. Dus voor een ander kan het ook.